Henk Wissemond, gefeliciteerd. Je doet wat je vandaag moet doen, winnen. Maar het kostte wel moeite. Ja, met name in de eerste helft hadden we moeite. Aan de bal waren we onnauwkeurig, zeker ook in de eindfase. En in de omschakeling bij balverlies, zij speelden vanuit een snelle counter. Ja, zijn we een paar momenten zijn we kwetsbaar gebleken. In de rust heb je wat gezegd. Druk zetten is veranderd. Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, we hebben het in de organisatie even iets anders gedaan. Zodat we meer zekerheid hadden in verdedigend opzicht. Dat we daar in overtal komen te staan. En dat we voorin, in plaats van het doordekken naar de 1-op-1, dat we meer vanuit het kantelen druk gaan maken richting de zijkanten. En daar zijn we aardig in geslaagd. Dan mag je rusten met de 0-0. Dan denk ik, je mag je handen dichtknijpen. Want er waren wel twee hele gevaarlijke momenten bij Kozak Boys. Ja, zeker. Het moment dat we die penalty tegenkrijgen. Voor mij was het op zijn steunarm, maar tegenwoordig wordt het altijd verschillend beoordeeld. En het moment dat Gielissen hem van de doellijn haalt. Maar ja, aan de andere kant staat hij daarvoor. Dat zijn de afspraken die we maken bij een cornerbal in verdedigend opzicht. Maar hij deed dat uitstekend. Gaf Zonneveld goed rugdekking daar. Maar in die momenten zijn we goed weggekomen, ja. Goed, je had het al gezegd. Tweede helft ga je het anders oppakken. En dan wordt het al heel snel beloond, na 8 minuten. En dan 8 minuten later weer die 2-0. Met 2 geweldige aanvallen. Dat doet een trainer plezier. Ja, zeker. Als je zo door weet te voetballen en zo snel door weet te komen. En zo die tweede goal, dat zelfde rust om nog binnen weet te houden. En Van der Moot ook aanwezig is in de aansluiting om hem binnen te knikken. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige doelpunten. Nou weet je, in onze competitie kan het doelsaldo ook van belang zijn. Zou zo'n heel punt kunnen zijn. Speelt dat dan nog mee in de tweede helft? Nee, het gaat vooral om het winnen. En het gaat niet om erbij stil te staan hoe het staat qua doelsaldo ten opzichte van anderen. Want wij zijn niet in de positie om te zeggen van wij kunnen er tegen Kozakken Boys even 6 inprikken. Dat is onmogelijk. Nu een weekje rust. Weer lekker even een keertje vrij. Geen voetbal op zaterdag. Ja, dat is voor de jongens ook het geval. Zaterdag hebben we een facultatieve training en dinsdag hebben we een oefenwedstrijd tegen Boshuizen. Dus op die manier proberen we deze komende week door te brengen.